echt wel geweldig toen we hier kwamen. En we hadden natuurlijk ook die, zeg maar een soort van open dag, die ronde. Toen zijn we in de modelwoningen geweest. Ik dacht, nou, dit is wel heel erg leuk. Gewoon het pand, het project is gewoon onwijs leuk. Toen we de beelden zagen, waren we eigenlijk gewoon meteen verliefd. Oud en nieuw samen in één complex. Buitenkant is oud, binnenkant is nieuw. Dat is wel heel erg leuk. De renovatie heeft 2 jaar geduurd en 30 miljoen euro gekost. Een prestigeproject voor woningcorporatie Woonstad. Maar het moet dan ook de wijk Spangen mooier maken. Dit brengt de waarde van de woningen in de omgeving gewoon op een hoger niveau. Maar we willen ook met dit complex een ander soort bewoners ook binnenbrengen. Zodat je ook een stimulans krijgt vanuit een andere blik en voorbeelden de wijk inbrengt. In 1922 was dit complex revolutionair. De woningen hadden een stortkoker in de keuken. Er was centrale verwarming en het was een van de eerste gebouwen met een tweede woonlaag. Dit was ook bedoeld als een luchtstraat. Dus alle woningen van het dichtbebouwde Hof, wat men hier heeft gerealiseerd, die moesten een voordeur aan de straat hebben en ook het straatleven eigenlijk hebben voor hun deur. Dus hier kon ik gewoon de bakker en de melkboer komen. En hier speelden de kinderen en praten de buurvrouwen met elkaar en was het gewoon een straatleven. Midden in het complex staat het badhuis. De bewoners kwamen hier vroeger de was doen en zichzelf wassen. Per dag, kwartje per dag, warm en koud water. En er waren droogkamers bij waar je kon drogen. En een badhuis erbij, dat was voor toen. Ja, toch wel uniek. En dit was de begane grond waar wasruimte was om je kleding te wassen. Je ziet het ook aan de vloer, dat is de oorspronkelijke vloer die er nog in ligt. Je ziet hier het afvoerputje en de strepen waar wanden stonden. En hier tussen was de wasdrog. Dus iedere vrouw had een wasdrog en kreeg warm water via leidingen boven langs het plafond. Bij een renovatie in de jaren 80 wordt het hele pand wit geschilderd. Geen gezicht, vond de architect. Het was een van de eerste dingen die veranderd werd. Verder zijn woningen uitgebroken omdat de oorspronkelijke huizen 50 vierkante meter waren. En dan kan het dus zijn dat je 3 voordeuren hebt, want aan een rijksmonument mag niks worden veranderd. Goedemiddag. Het ziet er allemaal prachtig uit. Toch is het niet alleen maar roze geur en maneschijn. Het hek gaat om 8 uur 's avonds dicht en om 8 uur 's morgens weer open. Dat is om overlast en graffiti tegen te gaan. En dat ligt niet aan de wijk Spangen volgens de bewoners. Je kunt daarover zeggen wat je wil, maar juist ons trekt het enorm aan die interculturaliteit. En deze wijk is gigantisch in ontwikkeling. Het is niet meer wat het 20 jaar geleden was. Ja, ik heb me wel redelijk verdiept in de wijk. Ik heb ook gezien dat de wijk de afgelopen jaren enorm vooruit is gegaan. En wat natuurlijk ook de plannen zijn voor de komende jaren. En we kwamen uit het Oude Noorden. Daar spelen ook wel wat problemen. Ja. En vervolgens hebben we gezegd van nee, we doen het gewoon, we geloven erin. En gaan. En we wonen er nu eigenlijk dik 2 maanden. We hebben eigenlijk 3 maanden geleden natuurlijk dan de sleutel gekregen. En het is hier gewoon echt prima wonen.